425 jaar staan wij voor de gemeenschap klaar, voor vegen en heffen en innen. Controles zijn volop gepland, zodat douane, vrouw of vent veel buiten is en weinig binnen. Teamleiders gaan veel in gesprek en zijn verzot op P-direct, al hoor je soms wel eentje gillen. En tussendoor hoor je misschien dat alles moet, maar ook nog lean, want je mag nooit meer tijd verspillen. Dus houd de vroegere douane een heel warm plekje in ons hart, al was het soms bloed, zweet en tranen. Zo mocht het nog zijn voor mijn paard. Toch gaan de meeste dingen goed die de douane dagelijks doet met een beperkt aantal mensen. Er is van alles aan de hand, dat zie je in het binnenland, maar vooral aan de buitengrenzen. Onze professionaliteit zorgt toch voor echte kwaliteit en niet de staatjes en getallen. Laat dus de mens veel aan het woord, zodat hij weet, ik word gehoord, dan blijven wij nog eeuwen knallen. Dus houd de vroegere douane een heel warm plekje in ons hart, al was het soms bloed, zweet en tranen. Zo mocht het nog zijn voor mijn paard. De dingen zijn best vlug gegaan, je ziet geen plantonhok meer staan, er zijn ook nergens meer slagbomen. Aangiftes komen niet meer hier, geen wetboek staat nog op papier, daar kun je enkel nog van dromen. Waar is de verificateur, het praatje met de truckchauffeur en in de nachtdienst klaverjassen? Voor plato's van het WVP, geen fingerspits maar HHP en sapcodes om te gaan plassen. Toch houd die vroegere douane een heel warm plekje in ons hart, al was het soms bloed, zweet en tranen. Zo mocht het nog zijn voor mijn paard.